Je gaat veel meer kijken naar van wat maakt ons. We hebben alleen vandaag met elkaar. En ja, de toekomst, we weten niet wat dat brengt. Ontmoet Thijs, een jongen van 3 jaar met een hele zeldzame aandoening. In totaal hebben maar 6 kinderen in Nederland de diagnose van Microvillus Inclusion Disease, oftewel MID. Maar 1 op de 500 mensen is drager. 2 dragers moeten dus samenkomen en zelfs dan is de kans maar 25% dat je hiermee geboren wordt. Nou, Microvillus Inclusion Disease is een genetische aandoening die zich uit in zijn dunne darm. Waar bij gezonde mensen daar de stofwisseling plaatsvindt van eten en drinken, is dat bij Thijs niet zo. En die darm is eigenlijk, anatomisch klopt het allemaal, maar op celniveau is die aangedaan. En lijkt het de binnenkant van die darm meer op een soort gladde buis, zeg maar. Ja, en daardoor kan hij niet leven van eten en drinken. Thijs, hoe gaat het met je? Goed. Hij heeft nog nooit in zijn leven wat gegeten. Hij heeft last van diarree, dus hij moet regelmatig naar de wc. En ja, zijn energie is minder dan bij een gezond kind. Dit is de wekelijkse hoeveelheid voeding en medische spullen die nodig zijn voor Thijs. De zorg mogen alleen de ouders doen en ook tijdens een ziekenhuisbezoek moeten ze er dus bij zijn. Thijs die heeft hier thuis een ander materiaal zeg maar, waarmee we werken. Dus andere pompen, andere lijnen die we aankoppelen. Dat past niet op het ziekenhuissysteem wat ze daar hebben. Dus zolang hij aangekoppeld is aan hetgeen wat wij doen, kunnen verpleegkundigen in het ziekenhuis, ja, die mogen dat eigenlijk niet bedienen. Die zijn er niet voor opgeleid, net zoals dat wij de apparatuur in het ziekenhuis niet zomaar mogen bedienen. Thijs, wat heb je hier in je borst? Een lijn. En wat doet die lijn precies? Niks. Wat krijg je door die lijn, Thijs? Dan krijg je je eten en je drinken doorheen. En een klinken. Ja, eten en klinken. Je voeding. Ja. Ja, de ziekenhuisafspraken, het komt niet heel vaak per se goed uit, zeg maar. Dus daar plan je wel echt je leven omheen. Die pompen die lopen op een bepaalde tijd af, dan moet die echt wel behandeld worden. We kunnen dat niet uitstellen, waar je dan met een gezond kind zegt van, nou ja, neem nog even een boterhammetje voordat we gaan avondeten. Ja, dat werkt bij Thijs dus absoluut niet zo. Dus we leven wel echt bij planning. Het vereist dus veel aandacht en tijd. Thijs heeft zelf ook nog een broertje, Casper, die ook enthousiast is om mee te helpen. En nu, ja, hij is helemaal gewend aan ook omgaan met die lijn. Hij weet dat hij daar geen grapjes mee uit moet halen. Hij denkt mee soms en hij probeert Thijs te troosten als hij even moet huilen omdat hij een prik heeft gekregen. En ja, dat is, hij is berentrots op zijn broertje. En weten zij, alles wat Casper doet, dat wil Thijs ook. Hey, goed gedaan. Joepie. Heb je hem helemaal afgemaakt, Thijs? Ja. En was het moeilijk? Ja. Ja, ik vind dat het wel lastig om te zeggen, hij weet niet beter. Eigenlijk is dat wel zo. En die, en die. Die vinden ze allemaal leuk. Ja, is het. Als Thijs zijn ziekte genezen kan worden, dat maakt zo'n verschil voor Thijs qua kwaliteit van leven. Dat is zeker. Inmiddels is er ruim €40.000 opgehaald. Het doel is 83.000. En als je zelf een bijdrage wilt leveren, kan dat bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.